Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. En het is echt gelukt om de minister van Volksgezondheid van Suriname nu aan de lijn te krijgen, de heer, ik moet zeggen, dokter Amar Ramadin. Minister, welkom. Wat is de situatie nu in Suriname? Ja, meneer Frans, dank u wel. Ja, u probeerde me eerder te spreken, maar toen had ik een meeting. Ja, crisismeeting. Een crisismeeting. Nou, de situatie op dit moment in Suriname is natuurlijk nog zeer verontrustend. We hebben een vrij ernstige situatie met betrekking tot de besmettingsgraad, aantal positieve op dagbasis. We hebben de code paars moeten afkondigen vanwege de mate van de verspreiding van het virus. En ook in de ziekenhuizen vanwege capaciteitsproblemen en andere zaken, logistiek, medisch kader, et cetera. Ook de code zwart moeten afkondigen. Ten einde eigenlijk ook de situatie in het ziekenhuis een beetje te verlichten. Maar ook dat geeft dan ook ruimte tot een herorganisatie van je ziekenhuiszorg. En daaraan gekoppeld ook heeft de overheid stringentere maatregelen moeten treffen om bewegingen van personen in de samenleving te coördineren. En dat is in de vorm van een total lockdown. En natuurlijk hebt u waarschijnlijk ook de beelden gezien, maar de samenleving moet zich nog even aanpassen aan deze maatregelen. Dus het is een vrij zorgelijke situatie. We hebben net een nieuw crisismanagement team geïnstalleerd, welke op een andere manier dan de crisis zou moeten beheersen vanuit verschillende invalshoeken. Er is crisis in de zorg in alle lijnen, dus vanaf de huisartsen tot de ziekenhuizen. En daarmee gaan natuurlijk ook de nodige directieven en andere zaken gaan veranderen naar de zorg toe. Dus daar zijn we mee bezig. En je hebt een nieuw crisismanagement team opgericht? Ja, we hadden een organisatiestructuur met een crisismanager. Jammer genoeg heeft de crisismanager haar taken neergelegd. En moest ik op zoek gaan uiteraard naar een nieuwe structuur. En gezien de aard en complexiteit van de crisis, vind ik het niet raadzaam, zeker het ministerie en de regering, ook niet raadzaam om met één persoon verder de crisis te gaan beheersen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een team samengesteld van verschillende personen die betrokken zijn al, hoor, mensen die al betrokken zijn in de COVID-beheersing. Dus wij hebben dus een team die dedicated gaat zijn voor de beheersing van de crisis. Als ik hoor code zwart, dat ken ik niet in Nederland. Hoe ken ik code geel? Daar mag je naartoe. Groen, veilig. Oranje, gewaarschuwd, rood, heel gevaarlijk. Maar zwart heb ik nooit van gehoord. Wat is zwart, code zwart? Nee, dus code zwart geldt voor de ziekenhuizen. Voor het land in Suriname geldt code paars. Mm-hmm. En code paars is de volgende fase na rood. Want dan heb je eigenlijk, nadat alles van je al op scherp was, merk je toch dat de situatie onbeheersbaar wordt vanwege, je weet, in Suriname hebben we die vervelende Manaus variant. Die zorgt voor enorm veel besmettingen. Is erg besmettelijk, maar geeft ook ernstige ziekteverschijnselen. Ook een shift naar de jongere leeftijd. En dat is precies wat we zien in de intensive care. Ook jongere mensen. We zien gewoon dat jongere mensen ook komen te overlijden. Met name personen met overgewicht, natuurlijk suikerziekte, hoge bloeddruk. Die zijn nog kwetsbaarder. En code paars betekent dus feitelijk dat de situatie in het land, dus de epidemiologische situatie, dusdanig is dat feitelijk er overal een risico is op besmetting. Mm-hmm. En dat als je het ook hebt, dat je eigenlijk de situatie dus onbeheersbaar maakt. Wat betreft code zwart, dat is een bekende term voor de ziekenhuiszorg. Okay. Wanneer 80% van je capaciteit eigenlijk al bereikt is, dus 80% van de intensive care capaciteit, maar ook van andere afdelingen, mm-hmm, dan moet je eigenlijk in code zwart gaan. In code zwart betekent dat je capaciteit op zijn max is. Elke persoon die erbij komt, dan op basis van een screening, een triage, besloten gaat worden als je wel of niet in aanmerking kan komen voor een behandeling. Dat is acuut. En dat leidt natuurlijk tot, ja, en dat leidt natuurlijk tot heel veel problemen. Want ja, dan gaan we niet meer kijken naar
naar je capaciteit, maar we kijken gewoon op basis van bepaalde medische indicatoren, onder andere de leeftijd, onderliggende aandoeningen, en dan krijg je eigenlijk op basis daarvan een hele vervelende ethische dilemma waarin de arts geplaatst wordt. Maar dan moet je keuzes gaan maken. Als je 5 mensen hebt en je hebt 1 bed in de intensive care over, helaas ga je dit ene bed moeten geven aan degene die de meeste kans heeft van overleving. En dat gebeurt op basis van een protocol die eigenlijk ook gangbaar is in de rest van de wereld. Dat lijkt me een nachtmerrie voor iedere arts, voor je als arts ook, dat je moet beslissen van in mijn munten, zo mag ik weer. Ja. Ja, het is zelfs zo dat in Nederland ook, of in andere landen ook, op een gegeven moment als je 2 gelijke kansen hebt, want kijk, uiteindelijk blijft het een projectie die je maakt, een prognose. En als je 2 bijvoorbeeld van de gevallen hebt die je moet gaan kiezen, dat er geloot wordt. En dat is helaas dus wel de situatie, niet dat we hier geloot hebben, maar ik bedoel, dat is de situatie wat mensen moeten begrijpen nu, ook in Nederland. Omdat heel veel mensen kijken van het Nederland van wat gebeurt er in Suriname, ik kan het niet volgen. Dat is de situatie nu op dit moment. We hebben een enorme toeloop van COVID-positieven naar de ziekenhuizen toe. Mensen die zuurstofbehoeftig zijn, mensen die ondersteund moeten worden met allerlei vormen van hulp. Dat krijgen wij, daar hebben wij nu mee te maken. Dus er zijn noodplannen in werking. We werken, maar de limiterende factor was natuurlijk equipment en menselijk kader die belangrijk is en ingezet moet worden in de COVID-strijd. Ja, oké, is het al in de praktijk voorgekomen, wat u zegt net, hè, over code zwart, dat er afweging gemaakt moet worden wie naar de beademing mag en wie niet? Ja, dat gebeurt helaas al een paar weken, waarbij er keuzes gemaakt moeten worden. Uh-huh. En dat je ziet dat je probeert natuurlijk zoveel mogelijk dan die persoon buiten de IC te behandelen, maar u weet dat dat niet altijd mogelijk is. Dat er zijn indicaties wanneer iemand op de intensive care moet. En dat gebeurt, ja. Ik kan het bevestigen. We hebben daarvoor een noodprotocol moeten goedkeuren vanuit de regering, zodat de artsen ook die ondersteuning hebben van de regering van kijk, we hebben geen andere optie nu. Dus je gaat deze keuze moeten maken. Maar laat me zeggen, dit is iets dat niemand wil. En daarom is het de bedoeling dat we dus de situatie zo snel mogelijk moeten kunnen beheersen en die verspreidingen omlaag moeten brengen. Want dan gaat de toeloop ook minder worden. En zie je ook met bijvoorbeeld vaccineren, bijvoorbeeld dat zie je al na 2 weken dat je gevaccineerd bent, dat je al een behoorlijke reductie hebt in eigenlijk het ziek worden en het ernstig ziek worden. En dat geeft alvast, dat zal alvast een verlichting geven in dit probleem. Want als je op grote schaal gaat vaccineren, dan hoop je dat ook veel meer mensen minder afhankelijk zullen zijn voor hulp. Ik was gisteren bij de ambassade en daar was een topoverleg met Nederlandse politici en Suriname en DMT, de diaspora medisch team. En er is gesproken over hulp aan Suriname, vaccin aan Suriname. Als ik naar die tijdlijn kijk, dan kwam het pas over 3-4 weken. Is het niet, is het kalf dan niet verdronken dan als die vaccins aankomen? Kijk, wij hebben dit nieuws natuurlijk ook gehad. Ik heb overleg gehad met mijn collega in Nederland. En ik heb dit ook moeten vernemen. Ik heb het ook gezegd van kijk, helaas kunnen wij niet komen aan het beleid. En we zijn al lang blij dat u ons ondersteunt. Feitelijk had ik gehoopt dat wij alvast een kleine dosis kunnen krijgen, een kleine batch van vaccins kunnen krijgen. We hebben wel dus dat verzoek gedaan van geaccepteerd dat we die aantallen gaan krijgen. De bedoeling is dat we na week 25 mogen verwachten dat we dosis gaan beginnen te krijgen in Nederland. Intussen hebben we hier ook het beleid aangepast. We hebben dus alle personen die een tweede prikje moesten nemen uitgesteld met nog 2 weken. Waardoor we wat meer doses vrij krijgen voor degenen die nog niet gevaccineerd zijn. Dus dat zal wel leiden dat we de komende periode nog wat meer personen die nog niet gevaccineerd zijn gaan kunnen vaccineren. Dus ik ben een realist. Ik ben wel optimistisch, maar ik ben gewoon een realist. Ik ben ook in die positie van de minister van Volksgezondheid in Nederland. En ik weet ook welke druk er is op je als minister als je moet besluiten over vaccins.
Nederland zit in een positie waar ze ook afhankelijk zijn van COVAX en leveringen. Dat is waar. En natuurlijk moet je ook je samenleving kunnen vaccineren. Dus ik kan het best begrijpen en ik neem de Nederlandse regering absoluut niet kwalijk dat men nu niet zou willen ondersteunen. Of niet kan ondersteunen. De wil is er, maar het kan even nu niet. Dus we moeten daar gewoon rekening mee houden. Nee, dat is waar. Want die zeggen van, die zijn ook afhankelijk van de leveranciers. Hè? Dus niet dat ze het hier ergens in de magazijn hebben. Ik kan het helemaal begrijpen hoor. Uh-huh. Omdat wij ook hier de COVAX leveringen hebben. We zijn helemaal afhankelijk van de leverancier. Dus ik kan me helemaal in die positie plaatsen. Hebt u zelf nog in afwachting op het Nederlands vaccin? Heb je zelf nog vaccin in daar? Heb je nog genoeg? Jawel, we hebben ongeveer nog een 25.000 doses. Dus die, daar moeten wij een goede planning voor hebben met de toezeggingen. Concreet uit Nederland kunnen wij het plan dan verder uitbouwen. We hebben ook vanuit de Chinese regering een ondersteuning gehad in de vorm van een Sinopharm. Dat is ook een door de WHO goedgekeurd vaccin. En wij kregen uit de relatie tussen Suriname en Nederland een cadeau van China van 100.000 Sinopharm. Die wij dan hier 50.000 personen mee volledig kunnen vaccineren. Mm. Het is zo dat je die Sinopharm niet mag combineren met... niet kan combineren met AstraZeneca. Dus je moet elke persoon die je Sinopharm geeft, weer de tweede Sinopharm geven. Dus daar mogen echt tot maximaal 50.000 personen vaccineren. Dus eigenlijk hebben jullie straks al overschot aan vaccin zelf. Als ik uitreken, hè, een paar, meer dan een 500.000 uit Nederland, China. En nog, jullie hadden zelf ook besteld hè, via COVAX. Hoe lopen de vaccinatie? Hoe lopen de tsunamis dan? Nou, ik zou niet zeggen dat we een overschot zullen hebben hoor. We kijken natuurlijk uit naar zoveel mogelijk. Nou meneer minister, u bent 500.000 mensen. Van Nederland alleen krijgt u al 700.000. U had al nog een paar tientallen duizenden. En u krijgt nog Sinopharm. En u had ook nog zelf besteld. Waarschijnlijk komt er ook nog uit India een paar. Nou, India denk ik niet. Maar goed, wij hebben een target van... 500.000 personen die we moeten vaccineren. En we houden ook rekening mee dat we straks mogelijk ook goedkeuringen krijgen voor jongere leeftijdsgroepen. Tot nu toe vaccineren we 18 plus. En Pfizer bijvoorbeeld is al goedgekeurd voor 12 tot 15 jaar. Dus dan komen er meer personen in het systeem. En dan moet je ook genoeg vaccins hebben. We zijn blij. We zijn blij. En uiteraard als wij een overschot zullen hebben... dan zullen ook wij, conform de adviezen van de WHO, de wereld ook helpen. En ik bedoel, wij zijn nu landen die moeilijk vaccins kunnen krijgen. Of degene die ons even geven, bijvoorbeeld Nederland, dat wij ook gewoon eerlijk voor de dag komen en zeggen van, we hebben feitelijk onze target gehaald. En we hebben nog natuurlijk van u over en we willen het teruggeven. Snap je? Maar dat zijn zaken die je gaat moeten overwegen, samen met het land welke je heeft gedoneerd, om dan te kijken hoe dat verder gaat. Maar ik zou niet willen zeggen dat wij nu al weten dat we overschot gaan hebben. Het heeft allemaal te maken met de logistiek, met de planning, met de projecties, ook met de wil van de samenleving. Want stel inderdaad dat op een gegeven moment na 40-50% van de samenleving niemand zich meer komt vaccineren, dan hebben we inderdaad een overschot. Ja. En dan gaan we het niet hier laten vervallen toch. Dus dat moeten we ook in oogenschouw nemen. Maar u had nog een vraag gesteld. Ja, hoe lopen de tsunamis? Lopen ze warm voor de vaccinatie? Ja. Dus nu, we zijn gestart. We zijn 23 februari gestart. Daar hebben we niet een geweldige start gehad. Er was heel veel reus, anti-berichten. Daarna had je ook dus inderdaad... De internationale reus rondom AstraZeneca, dat er vaccins bijwerkingen gaat, zodat we stolsers, et cetera. Dat zie je duidelijk in onze statistieken dat er de drop is geweest ook in de bereidwilligheid. Toen kregen we de verschrikkelijke derde golf die begon heel veel levens te eisen, heel veel gevallen. En nadat we beelden hebben getoond, we hebben gesproken, we hebben boswaringcampagnes gevoerd, merkte je gewoon plotseling een enorme toeloop naar de vaccinatieposten. En het momentum is, kan ik zeggen, is er nu.
dat als wij nu, en daarom pleiten we dus voor vaccins zo snel mogelijk, dat als wij die hebben, kan ik u garanderen, meneer Frans, dat wij op maandbasis, op weekbasis, zeker 35.000 doses gaan kunnen toedienen. Met ons systeem, met onze teams. En dat wij dus op maandbasis zeker rond de 170.000 doses gaan kunnen toedienen. Dat gaat betekenen dat we binnen 3 tot 4 maanden hopelijk met een continue bevoorrading onze targets gaan halen. En dat betekent, je ziet het al in Curaçao bijvoorbeeld, dat er afgelopen week nauwelijks besmettingen waren. Terwijl Curaçao, als u zegt, nou kunt u 6 weken terug fel in de golf zat. Ja, ja. Dus dat geeft duidelijk aan het succes van het vaccineren. Dat is een feit. Je krijgt die duurzame bescherming, minder infecties, minder overledenen, vrijkomen van je druk op je zorg. Ja. Dus dat is ja, dat merk ik hier. Ik kan ervan praten hoor. Ik zie de versoepeling, ik zie de druk op de ziekenhuizen die aan het afnemen zijn. Derde golf, daar zit u nu middenin, meneer Amar. Ja. Springen vandaan dan? Hoe komen jullie aan zo'n hoge golf? En het duurde al een tijdje, voor mijn gevoel duurde te lang. Ja, de voorgaande 2 golf hebben we feitelijk binnen 4 weken tot 5 weken kunnen beheersen. Mm-hmm. Met een goede set aan maatregelen en andere zaken. Maar de 3e golf, kijk, ondanks vaccineren, we hebben al bijkans 85.000 personen gevaccineerd. 85.000 doses dan toegediend. Merk je, en dat is de belangrijkste factor op dit moment, is het variant, welke enorm belangrijke bijdrage speelt, levert dan aan het geheel. En aan de andere kant, het gedrag van de burger in Suriname. Het lijkt alsof COVID niet bestaat. Mm-hmm. Soms krijg ik dat gevoel. We hebben nog steeds mensen die gewoon adviezen negeren. We hebben nog steeds mensen die gewoon feesten organiseren. Nog afgelopen weekend schrok ik van een feest ergens op Noord. Ja, waar mensen gewoon bij elkaar zijn. Ik hoor ze, ik zie de beelden ook. Ik hoor het ook. Misschien zie ik veel meer feestbeelden van feestjes dan nu zelf. Maar waar blijft die handhaving? Ja, de handhaving. De politie heeft een systeem. We hebben verschillende instituten van handhaving. Je hebt de arbeidsinspectie, je hebt de districtscommissarissen met hun bestuursdienst, we hebben de politie. Daar wordt er af en toe opgetreden op incidenten. Maar overal zie je eigenlijk dat ook er heel veel, ongehoorzaamheid is. En het systeem kan het niet altijd aan tegen die hoge het aanbod van ongehoorzaamheid. We hebben duidelijk gesteld voorop, voor de winkels hangen met alcohol. Bekende hangmannen, zoals ik ze noem. Met die hangmannen, oké. Ja. Die mannen zitten gewoon voor de supermarkt te zuipen, waar het verboden is per presidentieel besluit. Er is gewoon genegeerd. Het is een typische groep mannen die daar gewoon komen chillen. Op elkaar, zonder mondmaskers. En dat is precies daar waar de besmettingen ontstaan. En dan gaan ze naar huis, besmetten thuis die onschuldige vrouw en de kinderen en hun ouders. En daar krijg je dan dat die problemen ontstaan. We hebben heel veel mannen ook gezien als we kijken naar de sterfte, dat meer mannen zijn overleden in de COVID-golf, vooral deze. Veel mannen met van die obese mannen met onderliggende aandoeningen. Die mannen gaan eraan en het is heel jammer. Je ziet dat de mensen negeren het gewoon. Het lijkt alsof men het niet beseft. Eigen verantwoordelijkheid is ver te zoeken daarbij. Is heel ver te zoeken. We hebben er, okay. Je kan steeds blijven opvoeden, je kan steeds blijven informeren. Maar het is jammer om te constateren dat men het gewoon negeert. En het zijn zoals mensen zelf die van dichtbij persoon hebben verloren. Het wordt dan dweilen met de kraan open, man. Dit kan toch niet? Ik bedoel, je moet toch ergens een streep trekken, want het is al zo hard in het ziekenhuis, zegt u, en paars op straat. En mensen blijven toch wetten aan regels met de voeten trappen. Dan moet u toch een duidelijke streep trekken nu. Ja, maar ik denk dat het gevoel bestaat bij delen van de samenleving dat
dat ze untouchable zijn. Ik heb dat gevoel, ik zie dat ook vaak bij de jongeren met name. Jongeren die eigenlijk nog steeds gewoon ook denken dat, ja, ik ga het krijgen, maar ik krijg COVID, maar mine is bang, want mine did it. Zoiets, zo'n gevoel bestaat er. Onze statistieken wijzen dat het overgrote deel boven 50 jaar nog steeds overlijdt. Maar we zien wel een shift in de afgelopen maand, mei, over besmettingen bij jongere groepen. Met name ook tussen 10 en 19, tussen 20 en 29. Dat zijn de groepen die nu ook veel meer besmet zijn. En ik heb zeker de afgelopen week, als ik kijk naar de statistieken, zijn een paar personen tussen de 30 en 45 die zijn overleden aan COVID. Dus we moeten niet denken dat we untouchable zijn. We moeten niet denken dat we niet vatbaar zijn. En we moeten ook niet denken dat we niet in problemen kunnen komen puur op basis van onze leeftijd. Maar moral salutary eigenlijk, Frans, is dat die ouderen die zich juist houden aan de regels en thuis zijn, toch ouders van 60, 70 jaar, die mensen die niets doen, ze blijven gewoon heel dag thuis, rustig. Ja. Dat je komt, ik kom op bezoek en die mannen besmetten die ouders daar. En wat gebeurt er? En juist die mensen die in de IC belanden, zijn juist die mensen die op de afdelingen belanden met ernstige problemen en kwetsbaar ook, ja. Het is triest, een en al triest. We zijn hier in diaspora de hele tijd bezig met jullie daar in Suriname om te helpen. Straks gaan wij over praten wat er nodig is. Maar ik wil, heel kort, de lockdown, wat houdt het in en hoe lang duurt het voor mensen? De lockdown is gisteren ingegaan. Uh-huh. En duurt tot 18 juni, vooralsnog. Er zijn wel opgezette tijden om de ene dag in de week in supermarkten, bakkerijen, slagerijen en zo open. Niet essentiële zaken zijn gesloten. Voeding, ja, de mensen kunnen wel bestellen voor levering van eten naar huis toe. Ja, dat is het zo'n beetje. De medische zorg blijft gegarandeerd. De vaccinatie en swapposten die zullen open blijven. Mensen moeten gaan vaccineren. Laat me zo zeggen, de mensen, je ziet dat mensen steeds minder willen meewerken aan maatregelen. Het is gewoon helemaal weary, allemaal weary. Men begrijpt het tot nu toe niet. Misschien moeten er meer mensen overlijden om te begrijpen. Dat kan ik mij niet voorstellen, maar dat zou heel jammer zijn. Maar daarom willen wij die samenleving helpen, omdat ik zie dat heel veel mensen, ondanks onze oproepen, toch risico's nemen. Daarom moeten wij als overheid beseffen, daarvoor zijn wij er. Kochara bescherming komt via samenleving. Kochara is politico, laten we die mensen vaccineren. Waardoor we op grote schaal dan die druk gaan kunnen verlagen in die zorg. Want dat is nu het grootste probleem. En die lockdown, is het total lockdown? Mag je dan overdag niet zomaar op straat? Hoe ziet het eruit? Kijk, mensen moeten zekerheden hebben. Mensen moeten in hun voedselvoorziening kunnen voorzien. En daarom hebben we op maandag, woensdag en vrijdag wel die supermarkten. Maar je staat op Frans. De mannen gebruiken die dagen nu een beetje om op straat te gaan. En dan krijg je toch die drukte. Dus dat hebben we gisteren gezien. Er was ook even een issue met brood. En mensen hamsteren. Juist hebben wij de zekerheden geboden van, moet ik hamsteren, want die supermarkten zijn open. Dus maandag, woensdag, vrijdag zijn ze open. Je hebt geen zin om zaken te hamsteren, want je creëert een ander probleem voor een ander. Maar ja, het is eenmaal zo. De mensen willen zekerheden hebben. Het is op survival mode. Allemaal dit op survival mode. Iedereen ziet dat zo. Maar van deze plaats uit, ja, roep ik ieder op, weet je, Surinamers ook. Ga niet hamsteren, want dit is maar van korte duur. Het leek lang, maar wij moeten proberen binnen deze periode de nodige effecten te creëren dat we al dalingen zien in infecties. Maar dat zie je niet, hè? Het is geen daling, geen afschaling. Het blijft zwart in de ziekenhuizen. Ja, kijk, die maatregelen zijn gisteren ingegaan, Frans. Okay. En we verwachten zeker pas na 2 weken de eerste resultaten. Zichtbare dalingen te zien. Mits natuurlijk de samenleving zich wel committeert aan onze maatregelen. Okay. Maar daarvoor hebben we dus een crisisteam binnen de regering met verschillende ministers die dagelijks bij elkaar komen om de COVID-situatie vanuit verschillende invalshoeken ook te benaderen. Daar praat je over, weet je, alles, het bedrijfsleven, landbouw, noem het maar op, defensie, justitie, politie en arbeid. Dus zo hebben we dan een team.
Duidelijk. Minister, ik ga met u afronden. Ik heb de hele dag met artsen gesproken hier op de radio, artsen en doktoren. U bent zelf ook arts. Wat heeft Suriname nodig? Wat hebben jullie nu nodig? Wat kunnen mensen, wat hebben jullie daar nodig? Waar hebben jullie gebrek aan, schaarste, dat mensen hier weten en misschien kunnen ze inspringen? Zeker, we hebben nodig verpleegkundigen, intensive care verpleegkundigen, intensive speciaal artsen die bereid zijn om in deze periode die shift te maken naar Suriname voor een paar weken, om onze schaarse AR op te vullen. Dat zou een enorme hulp zijn. Ik ben zelf geweest en ik zie dat de mensen, een verpleegkundige in de IC vertelt me, vanaf 7 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds werken ze in die setting. Dat is heel zwaar en we moeten echt daar een verlichting brengen. Dus als er mensen zijn, met name verpleegkundigen of zo van Surinaamse achtergrond, met een Surinaamse achtergrond, kom, we hebben je echt nodig. We zullen hier alles in het werk stellen dat het leven, dat de zaken ready zijn voor uw verblijf, et cetera. Dat kunnen we allemaal organiseren. We krijgen nu spontaan vanuit hotels en mensen die appartementen hebben van, mijn woning is ter beschikking, mijn hotel is ter beschikking hier, gratis. Sommigen willen een kleine vergoeding, maar dat kunnen we allemaal organiseren. Verder hebben we nodig IC medisch equipment. Dat die lijst hebben we feitelijk allemaal doorgestuurd naar VWS. IC medisch apparatuur, noem het maar op, CPAP-apparaten, beademingsapparaten, bloeddrukmeters. Dat zijn specifieke zaken die ik niet hier in detail kan bespreken. Maar ook verbruiksartikelen voor al die beademingsapparatuur, voor CPAP-apparatuur, slangetjes, noem het maar op, maskers, dan beademingmaskers, noem het maar op. Ik heb een hele lijst, ik kan het je ook doen toekomen hoor, Frans. Graag. Wat u nu noemt, dat zijn dingen die in het ziekenhuis, heb ik meneer Prinoop Amorausi net al over gesproken. Maar ik bedoel de normale Surinamer die hier is in diaspora. Wat kunnen zij doen bijvoorbeeld voor u? Kijk, het beste is, ik zag bijvoorbeeld dat er een organisatie bezig met paracetamol. Kijk, ik wil liever adviseren om geen medicijnen vanuit de samenleving te verzamelen. We hebben hier een hele controlesysteem. Ik weet niet, het is zo zonde zijn als die zaken naar Suriname komen en we nemen batches en die dingen blijken niet goed te zijn voor consumptie. Toch? Met alle nobele initiatieven dat ik even uitzonder. Maar we moeten ook hier de veiligheid kunnen garanderen van medicijnen. Dus wat ik zou voorstellen, we hebben hier wel zaken die wij kunnen, en we hebben overzichten van zaken die we moeten betalen. Het beste zou zijn, hoor, als je mij vraagt, Frans, in eerste oogopslag, van zoveel mogelijk financiële middelen in te zamelen, zodat wij hier de zaken een beetje vlotter kunnen betalen. Er zijn betalingen, er zijn leveringen die gedaan moeten worden. Wij moeten zaken gaan dirigeren. We hebben een noodfonds, we betalen heel veel. Maar als iemand wil ondersteunen, is er een ondersteuning altijd welkom. Je weet, vele handen maken licht werk. Dus ik zou zeggen, laten we misschien gecoördineerd van Suriname en Nederland een inzamelingsactie houden. Geld. Geld is het allerbelangrijkste op het moment dat nodig is om zaken te vlotten. Ik geef u even aan, bijvoorbeeld, we hebben nu onze ambulances kapot gereden in Suriname, Frans. Kapot gereden. De RGD heeft 14 ambulances, eigenlijk kan je die niet gewoon afschrijven. We rijden alle jaar positieve patiënten van huizen naar ziekenhuizen. Van instellingen naar andere instellingen. Dus we zijn helemaal versleten. Dus ik roep doe een ernstig beroep. We willen zoveel mogelijk ambulances hebben voor Suriname. Zoveel mogelijk. Dus als er een organisatie is of diaspora wil geld bij elkaar zetten en die ambulances zelf kopen en naar Suriname sturen, ik kan dat. Dat initiatief zou ik helemaal willen ondersteunen. Dus dat is nu dringend nodig, want we komen steeds tekorten aan vervoer. We hebben recentelijk wel wat ambulances gedoneerd gekregen. Die zijn ingezet bij medische zending en bij de verschillende instellingen. Dus dat is nu dringend nodig. Als diaspora geen geld wil sturen, laat me het ook zo zeggen, dat is altijd gevoelig, hè, geld. Dat zou ik zeggen. Verzamel dat geld. Als je dat geld hebt, stem af met Volksgezondheid, met de regering hier. Dan kijken wij hoe diaspora kan besteden voor Suriname. Wij hoeven niet dat beheer te hebben over het geld. Het gaat erom dat wij dan de
de zaken kunnen aanleveren, wie moet betaald worden, waar. En dat het dan gedaan wordt. Dat is de meest praktische oplossing op dit moment hoor. Oké, okay. Duidelijk. Het is, iedereen luister hiernaar, want we gaan deze hele week bezig zijn met Suriname, de situatie daar in Suriname, met de heren van het Diaspora Medical Team, die komen allemaal hier. Omrausie is net geweest en morgen komen ze weer om te praten over Suriname, want ook die zoeken ook naar geld om voor logistiek, hè, want die hebben ook een paar mensen hier in Nederland die naar Suriname willen, verpleegster, verpleegkundige, artsen, specialisten. Ook daarvoor is het geld nodig. Je hebt geen geld voor Suriname, meneer Amar? Nou, we zijn in contact met verschillende groepen in Nederland. Uh-huh. En ik zou zeggen, laten we allemaal bundelen bijeen en praten met elkaar. We hebben verschillende groepen. En iedereen doet een beetje wat ze kunnen, uiteraard. Iedereen heeft een netwerk. Maar ik zou zeggen, hoe bondroek aan wang. En dat we dan gewoon contact hebben met Suriname om te kijken. Wat ik al net zei, we kunnen misschien inkomen met mensen die willen komen. Dat we kunnen inkomen als staat met ticket en verblijfkosten hier. Die organisatie kunnen we uiteraard op ons nemen. Want de mensen zijn goud waard voor Suriname op dit moment. We hebben een heel... groot tekort, dat ik al net zei, aan die gekwalificeerde... Vrijdag komt de eerste groep, hè? Hulpverleners. Weet u dat? Dat heb ik begrepen. Ja. Alleen heb ik nog geen detail informatie. Oké, okay, nou, ik stuur u heel veel informatie. Nou, dan we zijn goed bezig hier, minister. Okay, goed, dat besluit, ja. heel kort. Wat is erger, code rood of code paars? Code paars. Suriname treffen niet met paars, ja, die kleur paars. Ik zeg niets daarover, maar belangrijk is wel, het is in de wet opgenomen, wet burgerlijke uitzonderingstoestand. Groen, geel, oranje denk ik. Groen, geel, rood, paars. Okay. Dat zijn de uitzonderingstoestanden. Uh-huh. En kom me niet vragen dat oranje beter is dan paars misschien. Maar dat is gewoon een... ik maak die link niet, maar ik zeg gewoon paars. Paars is het uiterste, ergste wat je kan hebben. Is het ergste wat je kan hebben in die wet. Het is een onbeheersbare situatie. Is ook het ergste wat je kan hebben als politieke kleur. Nee, je lokt me uit nu, Frans, maar ik ga niet zeggen daarover. Minister, ik dank u voor je tijd en toelichting. En heel diaspora leeft mee. En ik zie de verschillende acties gisteren op ambassade en nog een paar stichtingen die hier bezig zijn met actie. Even volhouden. Ik weet niet hoe u die mensen daar kan motiveren dat ze snel even volhouden. Die vaccins zijn onderweg en hulp is onderweg. Dus het moet goed komen. Ja, en natuurlijk als jullie je invloed kunnen aanwenden, uiteraard. Ook al krijgen we de komende weken 30.000 of 40.000 vaccins van AstraZeneca. Dan hebben jullie ons genoeg geholpen en dan kunnen we daarna die grotere ladingen krijgen. Maar dat is gewoon een advies die ik geef. Nee, het is een mooi advies. Ik heb zelf niet de minister, maar iemand van de minister van Volksgezondheid hier gesproken. En die zegt van jongens, we willen ze direct aan Suriname geven. Als het vandaag, liever vandaag dan morgen. Maar ja, dus concreet zeg ik gewoon, als we 30.000 doses nu kunnen krijgen. Dan bent ook al is het voor de overbruggingsperiode tot die afspraak die gemaakt is met Nederland en Suriname. Dan hebben we in ieder geval meer ruimte om meer eerste prikjes te geven. En daarmee kunnen we al binnen 2 weken een significante daling zien van het aantal positieven hier. En dan op het moment dat je ziet, dan ga je het helemaal in die cijfers zien. Okay. Minister, tot besluit, hoe lopen jouw lijnen met Diaspora Medical Team? We hebben nog contact gemaakt met de heer Umrosing. Ja. We hadden contact met trouwens de heer Kargi was hier vorige week. Ja. Dat was in het kader. Maar we hebben zakelijk contact. Ja, ik vind dat, er moet iets komen. Want Nederland zegt van, ze willen die 700 heel graag, heel snel doneren. Maar het ligt niet aan hun. Die leveranciers moeten nog leveren. Dus misschien dat er 30.000 ergens gepeuterd kan worden in samenwerking met Diaspora Medical Team. Is aan u. Ja, dus laat me dit wel duidelijk stellen, meneer Frans. Ik heb als minister van Volksgezondheid, en zo is de bal eigenlijk aan het rollen gekomen. Ik heb als minister van Volksgezondheid mijn collega minister van Volksgezondheid in Nederland aangeschreven met het hulpverzoek voor ondersteuning en vaccins. En zo is de bal gaan rollen.
En we hebben daartoe dus dan, dan de gesprekken gevoerd. Toen kwam het ook het overleg met hem persoonlijk tussen de twee ministers. Mm. En daar hebben wij dan het plan uitgewerkt. Met de interventie ook van de ambassadeur, de heer Rajender Karghi. En daar hebben we dus dat uitgewerkt. En elke andere ondersteunende organisatie die een, daarbij met de afspraken die de twee landen hebben gemaakt op het regeringsniveau een bijdrage wenst te leveren, daar staan we zeker open tegenover. Ik begreep in het begin dat Diaspora Medical Team voornamelijk bereid was om personeel te werven, medisch personeel. Doen ze ook. Hier een bijdrage wil leveren, dus ook dat heb ik aan de heer Omrossing aangegeven. Dat is prima, we hebben ook lijsten gestuurd wat nodig is. Dus er is contact. Maar dat van de vaccins, dat is op regeringsniveau besproken en overeengekomen. Ja, maar ik denk als je 30.000 nodig hebt om even op adem te komen, dan moet toch geen probleem zijn, 30.000. Ja, dat laten we kijken. Ik dit verzoek dus hierbij, als wie dan ook dat kan realiseren voor Suriname, dat zou geweldig zijn. 30.000 is wat per dag hier geprikt wordt in Ahoy bijvoorbeeld, Rotterdam. Eén locatie maar, dus ik denk ja. Als dat jullie zou kunnen helpen om te overbruggen, why not? Minister, succes. En je bent, ik weet niet of het goed is, maar je bent populair hier. Want je bent de laatste tijd vaak in landelijk nieuws hier. Maar ik vind persoonlijk dat jij harder met een vuist op tafel moet slaan. Het is een ernstige situatie in Suriname. En als mensen het niet begrijpen, dan... Ja, ik vind die dat ben ik persoonlijk hoor, die handhaving, die zou strakker moeten. Ik heb al hier ooit coronabond gekregen omdat ik een rondje maakte om mijn huis. Ik denk, ja, waarom niet in Suriname? Dat is mijn mening. Nou, Spang, we gaan dat nemen het ook mee. Trouwens, het is ook trouwens een vakere issue. Het systeem moet misschien wat effectiever gaan functioneren. Ja. Maar je brengt ook andere mensen in gevaar. Ik bedoel, je doet het niet. Je brengt andere mensen in gevaar als je niks wil. Maar toch ben ik van mening hoor, dat wij Surinamers, we worden altijd getypeerd als een gastvrij land. Mensen die hier multicultureel, etnisch samenleven met elkaar. En toch zie je eigenlijk dat wanneer die overheid nu je aangeeft van wat het probleem is, dan krijg je toch die tegendraadsgedrag. Dat zal je altijd hebben, maar de overheid is om te handhaven. Of je het nou leuk vindt of niet. Klopt. Dus, ik dank u wel voor uw tijd, minister. En heel veel succes en vooral sterkte deze dagen. Frans, jij ook bedankt. En alle andere Surinamers die daar een bijdrage hebben geleverd tot nu toe. En ook van plan zijn te leveren. Ik zou zeggen, aan de mensen gewoon algemeen hoor. Als je uw familielid hier kunt steunen. Of uw vrienden of uw kennissen wilt steunen. Blijft u dat doen, zolang de middelen u daartoe hebben. Blijft u de mensen hier steunen, ze hebben uw hulp hard nodig. Wij doen ons best vanuit de overheid om het algemeen beleid te voeren. Maar als u hier mensen hebt die u wilt sturen, dan zijn we Timoni Gideman, Jeppie dus maar altijd, want ze hebben het hard nodig. Mondkapjes, Jeppie ook toe, is nodig als je die kan sturen. Ook, altijd. Maar er is wel een je keurt wel actie af. En het moet duidelijk zijn, hè, actie voor paracetamol. Nou, om een soort actie te starten, sinds de machine in beelden. Je keurt actie die af, hè, paracetamol, omdat medicijnen... Nee, minder keuren af. Maar je kan medicijnen niet zomaar verhandelen, toch? Nee, minder keuren af. Uh-huh. Ik heb al gezegd, ik vind dat een nobel streven, een nobel gedachte, een nobele gedachte. Alleen om rekening aan de veiligheid voor de federatie. We hebben wetten, we hebben regels hier, we hebben BGVS die ook controles doet. En ik vind het alleen maar zonde vinden, dat heb ik gezegd. Okay. Ik zou het zonde vinden, want kijk, wat je gedaan kon hebben, wat die organisatie gedaan kon hebben, men kon mensen roepen om geld te doneren in dat fonds wat ze bezig zijn te doen. En dan is het daarmee op één plek paracetamol gekocht, bij wijze van spreken. Okay. En dan wisten we dat het van één batch was. Als het ook naar Suriname zou komen, dan hadden wij alleen met het nemen van één monster uit de batch de lading kunnen vrijgeven. Maar nu krijg je eigenlijk dat je van honderden plekken paracetamol kreeg. En hoe betrouwbaar zijn die dingen? Kan je allemaal altijd toevallig in een waggie? Je kan het overal hier kopen, in de supermarkt, in de drugstore. Dus, oké. Anyway,
Ik ben de organisatie dankbaar dat ze wel een streven hebben om iets te doen voor Suriname. Ja. En ik ben niet gemaild. Ik zag een mailtje net van ze binnenkomen. Dus ik ga daarop wel reageren met ze. Okay. Met contact maken met ze. Ja, ja. En we hopen snel dat je binnen nu en een week maar die 30.000 krijgt. We gaan lobbyen overal dat je die 30.000 overbrug is. Frans, jij moet het kunnen organiseren, man. je zet die druk op weg zo, maar je weet. Abu, dank je. Hey, all the best, hè? Thank you. All the best, thank you. Oké, ik gooi die druk gelijk op mij. Dankjewel, minister van Volksgezondheid in Suriname. Amar Ramadin. Ja. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.